afsluiten. Dan Frank Caravans. Die zijn onder jongeren niet aan te slepen. Heb jij er geen eigenlijk? Nee. Te denken, nee, jij bent geen caravan-fanaat. Nee, nog niet. Nog misschien niet. Komt het nog. Let maar op. Ja? Ja, nog. Nee, ja, ik moet daar nog even over nadenken. Nou, dan, het is even zo krap. Er zijn meer mensen die het wel hebben. Dus luister daar vooral even naar, Maaike. Want ze hebben misschien nog een wat oudbollig imago. Hè, dat je een wat ouder stel op een klapstoel voor de sleurhut ziet zitten. Maar dat beeld is helemaal onterecht. Het bezit van caravans en campers onder jongeren stijgt namelijk spectaculair, meldt het FD. Sinds de uitbraak van corona zijn die huisjes op wielen dus heel populair. De piek in de verkoop die hebben we gehad. Maar niet voor wat betreft de jongeren onder de 25 jaar. Het aantal caravanbezitters steeg in die groep met een derde. Bij de campers zien we zelfs meer dan een verdubbeling. En de redenen zou zijn dat we door corona toch wel lekker vinden om op vakantie nog in ons eigen kokonnetje te zitten. Dat die groep milieubewuster is en dus ook minder lang wil vliegen en juist in zo'n caravan wil reizen. Ook trouwens vouwwagens en mini-caravans, daktenten op auto's. Het is allemaal in trek. Dus juist om me wat jonger te voelen zou ik misschien dan toch voor zo'n caravan moeten gaan. Je bent natuurlijk jarenlang correspondent in Frankrijk geweest. Dan zag je natuurlijk al die Nederlanders aankomen. Volgeladen met blikken hak en andere kroketten. Kroketten ook? Ja, van al Nederlands eten. En vervolgens niks besteden bij de lokale horeca natuurlijk. Maar, ergernis voor de Fransen dat? Nou, ergernis wel, maar wel niet echt, maar wel verwondering. Wat doen die Nederlanders toch met hun huis achter hun auto? Dat is echt typisch. Als Fransen denken aan Nederlanders, dan zeggen ze nog eerder dan klompen, denken ze aan caravans. Dus dat is maar wat is dan volgens jou, want je hebt natuurlijk al die vakantiegangers ook wel gesproken. Nou, niet allemaal, maar deel. Wat is dan die charme? Ja, ik denk dat het toch een soort idee is van we houden onze eigen spullen bij ons. En dan hoeven we ook niet in zo'n raar land en allemaal. Ik weet niet wat het is, maar mij spreekt het niet aan, sorry. Ik heb ook pas sinds een maand mijn rijbewijs, dus om dan al meteen met een caravan achteraan te rijden lijkt me erg gevaarlijk. Maar het is typisch Nederlands. Echt. Ja. Lekker je eigen pak hagelslag meenemen. Ja, dat snap ik dan ook wel. Weer wel. Nou, gek op hagelslag. Maar goed, Frank, dan vlinders. Die beleven een hele lekkere